Suriname kent een lange geschiedenis van emancipatie en als gemeenschap kunnen we daarvan leren voor een betere toekomst. Met dit in gedachten is er in verband met 160 jaar afschaffing van de slavernij vanaf donderdag in het Nationaal Archief Suriname, NAS, een tentoonstelling over de emancipatie te zien. De tentoonstelling Mans Passie, verbonden geschiedenis van strijd in Suriname en Nederland, is samengesteld door de Black Archives, het NAS, en de cultuurorganisatie NAX. Mitchell Isaias, medeoprichter en directeur van de Black Archives in Nederland, geeft aan dat tijdens deze tentoonstelling vooral het verhaal van Surinaamse helden die in het verleden als onruststoker zijn beschreven, verteld zal worden. We zijn hier in het Nationaal Archief. Als je hier de archieven induikt, zijn het vooral archieven vanuit koloniaal perspectief. Hè? Dus van de koloniale overheid, vanuit Nederland. Dus als je kijkt naar mensen als Baron, Bonnie, Solikeur, kapitein Broos, de Marons, die werden gezien als terroristen, onruststokers, mensen die een probleem waren. Terwijl eigenlijk waren het juist onze helden, onze vrijheidsstrijders. Hetzelfde voor Anton de Kom. In het archief wordt hij beschreven als onruststoker. Hij is notabene naar Nederland verscheept. Hetzelfde geldt voor hun. En dus dat proberen wij kritisch te bekijken. Door te zeggen van nou, heel lang leerden wij op school, mijn moeder heeft nog geleerd dat problematische mensen waren. Maar ja, nu moeten wij kritisch daarnaar kijken en onze eigen geschiedenis gaan schrijven. En ja, zelf bepalen wie onze helden zijn. Isaias vindt dat mensen die zijn opgekomen voor gelijke rechten helden zijn. Vandaag de dag kunnen we als wereldgemeenschap nog van ze leren, omdat die issues nog altijd problemen voorkomen. Een goed voorbeeld van zulke helden zijn Hermina en Otto Huiswoud, die opkwamen tegen het kolonialisme. Nou, ik denk dat ze heel belangrijk zijn voor de zwarte geschiedenis, maar ook Surinaamse geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, wereldgeschiedenis. Want Otto die is geboren in Suriname, 1893. Zijn vader is nog in slavernij geboren. Hermie in Guyana. Op jonge leeftijd zijn ze in New York beland. En Otto werd de enigste zwarte medeoprichter van de communistische beweging. Nou ja, vanuit die positie reizen ze de hele wereld over in de jaren 30. Naar Jamaica, Trinidad, Zuid-Afrika, Europa. Om te vechten tegen het kolonialisme. En tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat hij weer naar Suriname. Wordt hij binnen een dag gearresteerd, want hij was tegen de gevestigde orde. En daarom besloten ze om na de Tweede Wereldoorlog naar Amsterdam te gaan. Waar ze actief werden binnen Vereniging Ons Suriname, de oudste vereniging van Surinamers in Nederland. En hun archief hebben wij. Isaias zegt dat de Surinaamse geschiedenis genoeg voorbeelden heeft van helden. De tentoonstelling is dan ook bedoeld om hun verhalen te vertellen. De expositie begint donderdag en loopt tot en met 28 april.